We gaan terug in de tijd met schrijver en stadshistoricus Henk van Balen. Hij is de auteur van het boek De Boreel. Na 2,5 jaar werk werd gisteren het eerste exemplaar van zijn boek op het voorplein van de oude kazerne uitgereikt aan luitenant-generaal Reitsma. De geschiedenis van de Boreel is rijk aan mooie verhalen. En Van Balen vond dat deze geschiedenis verteld moest worden. Tijdens het maken van het boek kwamen bij Van Balen ook veel jeugdherinneringen naar boven. Ik wist dat er heel veel oude foto's waren. Ik heb zelf ook nog wat beelden van vroeger. Dat ik als jongetje hier naar die militairen keek, zo na de oorlog. En dacht ik, oh, want het hele gebied wat nu de verzetslaan is, dat was allemaal terrein van de Boreelkazerne met allemaal stallen. Voor de oorlog hadden we stallen. Toen kwamen de tanks in plaats van de paarden. En nu zijn de tanks in Nederland al afgeschaft, want nu hebben we drones. Ja, de wereld gaat heel hard veranderen. Met het boek kan de oudere generatie vervlogen tijden herbeleven en is het voor de jongeren een gelegenheid om op een andere manier kennis te maken met de kazerne en zijn verleden. Kijk, die huzaren die kregen maar 2 keer per dag te eten en die hadden altijd honger. En menig Deventer meisje, vooral dienstmeisjes, kreeg wel eens verkering met een huzaar, want die hadden prachtig uniform en daar kon je mooi mee paraderen. En dan ging die s'avonds bij zo'n meisje op bezoek en dan bewaarden zij koude aardappels, koude groenten, augurkje, lekker een beetje mixen. En dan komt het woord huzarensalade vandaan. Is toch geweldig? Net zoals ik, de afgedankte paarden gingen ook naar de cavalerie, gingen naar de gemeente Reiniging. En dan was op een dag was een paard in de Walstraat en die liep voor de poeptonnetjes, want toen hadden we nog geen toiletten zoals nu. En hij hoorde het signaal haver in de bak en de paard dat rent naar de kazerne toe, terwijl al die stront over die wagen liep. Ja, heel veel van dat soort anekdoten, want ook dat is geschiedenis. Tijdens het schrijven van het boek kwam Van Balen ook dingen tegen waarvan hij het bestaan niet wist. Een van de interessante dingen vond ik ook dat ik een brief vond dat de arts van de Boreelkazerne een boze brief schreef aan de commandant met de afschrift van BMW dat er zoveel huzaren met geslachtsziekten zijn. En hij noemde 3 cafés op in het Noorderbergkwartier waar die vrouwen zaten. En die gingen met die kerels naar de wallen toe en dat is allemaal besmetting. Ja, dat is natuurlijk een ramp geweest. Want er is ook een signaal dan s'avonds en dan werd er geblazen en dan werd er geroepen wie is nou de hoeren geweest. En dan werd 3 keer gehaald voor de dokter, voor de dokter. En dat moet je vastleggen en dat is het heerlijke van dit prachtige boek voor een redelijke prijs. Heerlijk toch? Ja.